gisterochtend had ik de camera helemaal niet. Ik dacht opeens, toen ik al lang ver en breed op mijn werk was. Oh, ochtendopening. Maar vandaag ben ik er wel. Goedemorgen, ik heb een dress aan. Ik kan het nooit zo goed laten zien, hè. Zo, dat kan je niet zo goed zo... Zo, kijk. En schoenen. Ik heb een jurk aan. Ik ga naar mijn werk. Het is weer eens tijd om naar mijn werk te gaan. Ik pak ook altijd de camera op het laatste moment. Dat maakt verder niet uit, maar goed. Matteo die heeft een hele nare hoest. Kijk de hele tijd aan die kant, maar het is Matteo, die zit daar. Die heeft een hele nare hoest. Dus ik heb hem wat hoestdrank gegeven en ik hoop dat het wat beter gaat. En nou ja, Mika die zit lekker te zitten. Toch mop? Mm-hmm. Ik zie jullie vanmiddag weer. Doei doeg! En ik ben weer thuis. En Mark is ook weer thuis. En we zijn Mika aan het helpen met zijn werkstuk. En ik ben aan het koken. En ik heb een beetje pijn aan mijn rug. Kijk, we eten vandaag worteltjes wilde ik zeggen. Hele lekkere groene worteltjes. Sperziebonen, zalm en deze ga ik in de oven doen. En dan gaan de kinderen trainen. En hopelijk op tijd naar bed, want gisteren gingen ze vrij laat naar bed. En dan is de dag alweer voorbij. Het gaat weer snel. En morgen is een hele, hele spannende dag. Gisteren kreeg ik de link gemaild. De link waar ik... Matteo, papa die gaat nu herrie maken. Ik heb hem net verschoond. Ik heb hem net verschoond. Zit er een rol in? Nee. Ik heb hem net verschoond. Gisteren kregen we de link waar we morgen vanaf 3:30 op mogen drukken. Refresh, refresh, refresh. Om te zien waar Matteo... Oh sorry, mijn hand ging precies... 3:30 ochtends? Ja, midden in de nacht. Midden in de nacht gaan wij de hele tijd op refresh drukken. 3:30 smiddags, schat. En dan krijgen we te zien naar welke school Matteo gaat. Jee, ben je gespannen? Ja. Ja, echt? Vind je het heel spannend? Ik kan echt niet wachten. Ik kan ook echt niet wachten. Ik kan echt niet wachten. Zijn ze allemaal een beetje gespannen in de klas? Nee. Nee, heeft niemand erop? Nou, oké. Okay. Wilde jij mij wat zeggen? Nee, ik ben juist hier beneden gekomen daarom. Oh, omdat je het hoorde over de link. Ja, nou morgen zullen we het filmen. Dan zetten we het zo op de standaard en dan gaan we refreshen. En als we dan zien uiteindelijk... Oh, we zijn helemaal niet helder. We zijn niet helder, maar meteen... Ja, oh, kijk, we zijn helder. Refresh! Zullen we dat morgen doen? Ja. Dan zetten we hem erop en dan gaan we refreshen. Tuinkers. Oh ja, laat eens even je tuintjes zien. Je hebt... Oh, je mist er nog twee. De tuinkers, de rucola en de faselia gaan goed. Oké, okay, en je mist nog... Wacht, wortel en radijs. Oké, okay, heb je dat dan aan oma Jitske doorgegeven? Ja. Ach, dat klinkt goed. Ja, dat heb je al gedaan? Ja. Oké. Okay. Zo, de jongens hebben weer getraind. We hebben vandaag aangegeven dat ze stoppen met korfbal. Dat is best wel een dingetje eigenlijk voor ons. We hebben het er al een hele tijd over. En we hebben natuurlijk ook de jongens die hebben besloten. Die wilden uiteindelijk echt stoppen. Maar Matteo die doet het volgens mij al 4 of 5 jaar of zo. En Mika iets een jaar minder. Of minder lang dus. Dus ja, ze gaan stoppen. En dat is wel verdrietig. We gaan in ieder geval het seizoen afmaken natuurlijk. En ze gaan nog op kamp. Dus dat is allemaal een goede afsluiting. Maar daarna gaan we een nieuwe sport zoeken voor ze. Matteo wil graag op kickboksen. En Mika op taekwondo. Dus op zich is dat wel... Oké, okay, we moeten even kijken. Ze moeten maar eens een keer een proefles gaan doen of zo. Ik ga lekker slapen en ik zie jullie morgen weer. Smile for pretty!